Davy Propper verwacht niet dat het Nederland zelf zo in de cruciale WK-kwalificatieduels moeite gaat krijgen met scoren. Oranje moet komende week tegen Wit-Rusland en Zweden waarschijnlijk flink aan het doelsaldo werken om op de tweede plek te eindigen in groep A. Op de training van woensdag liet de ploeg van Bondscoach die katvocaat nog niet het goede voorbeeld zien. In verschillende partijspelletjes kwamen de drie ploegen samen niet verder dan drie treffers. Dat is niet veel, maar om nu te zeggen dat het zorgwekkend is. We hebben voldoende jongens die doelpunten kunnen maken. Zesvoudig internationaal proper woensdag na de training in Katwijk. Oranje moet in de laatste twee kwalificatiewedstrijden een achterstand van drie punten en zes doelpunten goedmaken op Zweden om een ticket voor de playoffs te verzilveren. Lukt dat niet, dan mist Nederland na het erk in Frankrijk ook het WK van volgend jaar in Rusland. Proper, die op 3 september in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije 3-1 twee keer tot scoren kwam, maakt zich nog geen grote zorgen over de stand van zaken. Als we twee keer winnen met redelijke cijfers. Dan is er nog alles mogelijk. De kans is groot dat Propper, net als tegen Bulgarije, ook in de duels met Wit-Rusland en Zweden aan de aftrap staat, waar veel internationals bij hun club niet zeker zijn van een basisplaats. Miste de 26-jarige middenvelder nog geen minuut van de zeven duels van zijn club Briton en Hove Albion in de Premier League. Proper is dan ook blij met zijn keuze om PSV te verlaten voor Engeland. Het is hier erg fysiek allemaal en je ziet weinig spelers van 19 jaar. Maar het gaat best goed. Ik speel hier alles. Dit is denk ik een goede stap voor mij geweest. Oranje traint donderdag nog op de toekomst in Amsterdam en vertrekt donderdag naar Wit-Rusland. Vrijdag traint Nederland in de Borisov Arena in Borisov, waar zaterdag om 20.45 het duel met Wit-Rusland gespeeld wordt. Het mogelijke lesbeslissende duel met Zweden in de Johan Cruyff Arena staat dinsdag eveneens om 20.45 op het programma.